Commissaris van de Koning Clemens Cornielje heeft dinsdagavond kritiek geuit op de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Beuningen. Dat gebeurde tijdens de speciale raadsvergadering in het Beuningse gemeentehuis, waar de profielschets werd besproken. Cornielje vond de profielschets te weinig specifiek. Er staat volgens hem zoveel in de profielschets dat het nauwelijks selecterend werkt. Hij somde een aantal kwalificaties op uit de profielschets, zoals netwerker, boegbeeld, verbinder, mensenmens en een vasthoudend persoon. In de profielschets staat onder andere ook dat de nieuwe burgemeester integer, herkenbaar, onafhankelijk, stressbestendig en betrokken moet zijn. Nogal voor de hand liggend dus.